Amos 3 vers 8 is die skriffie wat daar in jou werksboek is. Lees om weer een bykie oor een brullende leeuw, een leeuw wat brul. En in Engels sê die lekkerste van het rym so lekker. Die thema vanavond is Run to the Roar. Amos is maar een gewone skaboer. Op een klein plekje met die naam van Tekoa. Hij moest een verhouding met die Heere gehad het, want op een dag roep die Heere Amos. Die toestand van die land was een van godsdienstige formalisme, geestelike corruptie, verval van moraliteit. Die land was kritiek ziek. En het is my baie mooi dat die roep van die Heere vir Amos dan met die brul van een leeuw vergelijk word. So ernstig is die situatie. Jy sien as die leeuw brul dan die hele bos neem kennis. Die hele bos reageer. Skielik is allemaal on high alert. Want de leeuw het gebrul. En dit is precies wat gebeur in die boek Amos. Van die toestand van die land is so ernstig, dat het een brul is, waarvan die hele land moet kennis neem. En die vraag is, wie sal daarop reageer? Die Heere soek iemand wat vir hom sal praat. Die naam Amos beteken burden. En hierdie was die laaste waarskuwing. The final countdown. Nou, kan jy die ooreenkomste dan sien tussen Amos se tyd en ons tyd? Kan jy die ooreenkomste sien tussen wat die toestand van die land daar was en wat die toestand van die land hier is? Die oproep wat nou weer kom, soos 'n leeuw wat brul, en allemaal wat kennis neem en die Heere vra, wie sal gaan? So, vanavond moet julle saam met mekaar praat. Kyk na die toestand van die land, kyk na die toestand van jou wêreld. Kyk een bykie net naar die toestand van mensen in jou contactwereld. Kyk een bykie van naar die toestand van die mensen rondom jou wat samen met jou werk. En vraag, hoe kan ik op die oproep van die Heere reageer? Wat kan ik doen? Waar kan ons begin om een verschil te maken in mensense levens recht rondom ons? Wat kan ons praktisch doen om uit te reik naar iemand wat rechtig die Heere nodig het? Hieroor moet ons nou regtig met mekaar praat. Lees Amos 7 vers 14 tot 16. En dan sien jy, al wat die Heere soek is iemand wat sal hoor en dan sal doen as hy brul. Nie hoog op en belangrik en hy soek een gewone mens. Amos verteenwoordig elke gewone oukie wat maar net die Heere lief het en die Heere vra, sal jy vir my gaan en sal jy iets vir my doen? So, Amos se boodskap as jy hom gaan kyk was radikaal en skokkend. Hy het die risiko geloop van verwerping en vervolging, maar nogtans het hy gekies om die Heere te dien met sy gehoorsaamheid. En daarvoor het ons ook net een bepaalde tyd. As ons nou praat van radikaal en skokkend, lees Amos 8 vers 11 tot 14. Bespreek dit en sê vir julleself, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Spreek Amos 8 my aan en wat gaan ek daarin doen? En dan bespreek julle die volgende stelling, you were made for a mission. Praat daar oor. Wees praktisch daar oor. As een vlijmskerp groep en as een individue. Wat kan ons doen om een verskil te maak in die wêreld waarin die Heere ons gesit het op een praktische manier? Waar kan ons begin? Wat kan ons doen? En kom ons wees regtig die Amos vir ons dag.